Worden toch nog eerste? Yo, Nintendo fans! Er zijn nieuwe Mario Kart banen. Dus het is weer tijd voor een nieuwe Mario Kart Challenge. We spelen de knollenbollenbeker. En omdat dit dus helemaal nieuwe banen zijn, moeten we even van het uitzicht genieten. Ik ga gewoon heel langzaam racen. De eerste ronde moet ik laatste blijven, 12e. Zodat we eens even lekker mooi naar die nieuwe baantjes kunnen gaan kijken. En wat die allemaal staat. Nou, wij zijn Tanuki op een mooi blauw beertje. En we gaan eens even kijken wat hier in New York allemaal te vinden is. De city that never sleeps. We zien hier allemaal Yoshi's en Shy Guys langs de kant. Donkey Konkie, The Best Musical. Oh, daar wil ik wel naartoe. Dat lijkt me wel leuk. Hier kan je je geld wisselen. Currency Exchange en Galaxy Air. Daar kan je misschien wel je reizen boeken, je vliegreizen. Eens even kijken waar de rest allemaal al is. Ja, die zijn... Oké, die zijn gewoon hier aan het chillen. Oepa Troepatje, bijvoorbeeld. Die is lekker aan het chillen. Bananen worden weer op de weg gegooid, verdorie. En Goomba's die lopen hier op de weg. Ga eens even aan de kant, joh. Wij proberen hier te racen, verdorie, Goomba's. Koopa, wil je een klein beetje doorrijden, alsjeblieft? Je gaat wel heel langzaam. Hier is een shortcut, zo te zien. Denk ik. Als ik dan straks nog een mushroom heb, dan ga ik die sowieso even pakken. Oh, ik heb een bliksem ondertussen. Dat is lekker. En zo'n inklimbootje rijdt nu voor me. Waar is Koopa gebleven? Waar is Koopa Troopa gebleven? Is die opeens naar voren gereden of zo? Nu ben jij gewoon aan het chillen. We hebben hier natuurlijk de befaamde gele taxis. Ja, die vind je heel veel in New York. En een restaurant. En dan mogen we nu bijna racen. We mogen gaan racen hoor. Eindelijk. We mogen gaan knallen. Pakken we gelijk nog een vraagtekentje. Knallen we Bliksempie erin. En gaan we eens kijken hoe ver we komen. Oh, we hebben gelijk ook een ster. Nou, aan de wapens zal het niet liggen in ieder geval. Kijk, Donkey Konkie, die wordt even geklapt. Hotse flots. We gaan als een malle. Net te laat trouwens. Ik wou net iemand beuken, maar dat lukte niet. Oh, staan we alweer derde? We gaan lekker. Ik heb hier wel vraagtekens nodig. Oh, daarboven waren dubbele vraagtekens. Oké. Daar moeten we even op letten. Misschien kunnen we die de volgende ronde pakken. Ik weet niet wat Link van plan is met zijn Red Shell. Die gaan we eens even aanpakken voordat hij zijn Red Shell op mijn hoofd schiet. Dit was wel lekker. Gelijk allebei gepakt en we zijn gewoon eerste. We staan op de eerste plek. We moeten nu even uitzien te spelen. Dit gaat hartstikke lekker voor de eerste keer. Dit gaat best wel top. Hier hadden we die shortcut, maar die konden we dus nu niet pakken. Oh, nee. Ik was echt bang voor een Red Shell. Het is nu opeens een hele andere baan geworden, joh. Waar zijn we opeens? We zijn opeens in de underground of zo. In een parkeergarage in New York. En ik heb klodders op mijn scherm. Dat wil ik niet. Maar dit is de finish. We zijn gewoon eerste. Lekker, op 150 cc. Het is gewoon gelukt. Wat chill. En dat terwijl die baan ook nog helemaal veranderde en zo de laatste ronde. Oh, trouwens, laat even in de reacties achter welke baan jij het vetst vindt. En knal die duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren, toch? Ja, en dit is lekker. Want deze die ken ik. Ik heb de Super Nintendo versie van Mario Kart kapot gespeeld. Dit is mijn baan. Hier moet ik wel eerste worden. En dan hebben we gelijk een lekkere voorsprong. En dan kan er in die laatste twee races nog van alles en nog wat gebeuren. Maar dan hebben wij in ieder geval wat puntjes. Ja, ik ga even lekker stilstaan hier... Gewoon, doei, 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 dag allemaal, groetjes, doei, dag. Oké, we gaan erachteraan. Even een vraagtekentje pakken. Kijk, die Yoshi daar springen op die blokken. Shy Guy die is ons ook aan het aanmoedigen. Ja, dit muziekje ook, joh. Dit muziekje brengt de nostalgie wel helemaal terug, hoor. Tegen het einde van de race heb je ook een shortcut die je kan pakken. Heb je wel een paddenstoeltje voor nodig. Dus misschien heb ik die tegen die tijd nog. Misschien ook niet. Gaan we dan wel zien. Ik weet niet wat we als tweede wapen krijgen. Maar het is een ster weer. Lekker. Lekker beginnetje van de wapentjes. Waluigi die is lekker voor me aan het rijden. Ja, die heeft er niet zoveel zin in. Doe eens even tempo, jongen. Dus even tempo. Hier, ik probeer jezelf... Ik gunde jou mijn mushrooms, hè? Maar gebruik je mushroom dan, Waluigi. Je staat laatste. Ene laatste bedoel ik. Ja, sorry, ik sta bewust laatste. Kijk, hier is die shortcut die we kunnen pakken. Jeetje, word je ook nog geraakt. Oké, ik heb wel een flinke achterstand al op de nummer 1. Omdat Waluigi gewoon echt niet opschiet. Er is een gapend gat tussen Waluigi en de rest. Maar ik mag nu beginnen met racen. Dus we gaan ook gewoon keihard racen. We pakken gelijk nog een dingetje. En dan gaan we gelijk eens even hier overheen. Want we hebben toch die ster. Nice, nice. Nice, oké, top, lekker. Dit ging best oké. Ik bewaar sowieso even één mushroom pie voor de shortcut die we straks gaan nemen. Tenzij ik nog meer mushrooms krijg, dat kan natuurlijk ook. Oh, ik heb nog een ster, lekker. We gaan hier rechtdoor. Gelijk de ster gebruiken. Wat een vlot, zesde. Is nog niet supergoed, jongens. Is nog niet supergoed. We moeten er echt nog even aan trekken.
Let's go. Oh, en ik heb geen wapen nu. Want Boody pikt het wapen voor mijn neus weg. Oh, nee. Oh, kijk uit met die gekke boomerankies. Niet op mij gooien, die boomerankie, alsjeblieft. Niet op mij gooien. Dankjewel. Let's go. Tweede plek. Wat krijg ik voor wapen? Ik krijg een muntje. Ja, dat is niet best. We gaan... Oh, nee! No. Green shell op mijn bakkes. Linky gaat ervoor. Oh, nee, ik heb weer geen wapen. Oké. Dit is niet best, jongens. Dit is niet best. We moeten gaan. Niet die green shell op mij gooien. Ik zag jou kijken, Link. Ik zag jou koenkeloeren. Ja, lekker! We gaan. We worden toch nog eerste? Nee! Link! Nee! Zo kan je niet zijn. Ah, nee man, nee. Ik wil de VAR. Ik accepteer dit niet. We gaan. We worden toch nog eerste. Ik ging als eerste over die finish. Stink, Link. Ik dacht toch echt dat ik die ging pakken. Ja, daar staat het gewoon gelijk, hè. Ik moet gewoon presteren, want die Link die doet het veel te goed. Link moet even een keer zesde worden of zo. Dat zou lekker zijn. We hebben de Wild West Woestijn van de Nintendo 64. Ja, dit wordt ook weer een ding. Ik heb nooit de Nintendo 64 Mario Kart gespeeld, want ik had dus geen Nintendo 64 vroeger. Ik had de Super Nintendo en de GameCube, maar de Nintendo 64 had ik niet, want wij hadden een PlayStation. Sta ik al laatste? Ik sta laatste. Let's go. We gaan dus even lekker toeren weer. Even lekker kijken wat hier allemaal is. Zo op dit baantje. We zien Mario Work Gear. Banana Boy. Let one slip. Geniaal. Reclamebord. Heerlijk. Oh, er rijden hier ook treinen. Ja, daar moet je dus voor oppassen, Donkey Konkie. Dat je er niet tegenaan rijdt, wat jij net wel deed. Oh, daar is een shortcut. Een schans ook echt. Zo, die Donkey Konkie die vliegt er lekker overheen allemaal. Dan moeten we even opletten dat we die misschien ook wel een keer gaan pakken. Oh, nee, dit is niet oké. Je moet niet zomaar Baby Mario slopen, Waluigi. Want dan moet ik ook opeens op de rem, verdorie. Ik moet ook weer niet te ver achter staan, want anders gaat Linky straks deze beker winnen. Dat is echt niet de bedoeling. Ik zie dat Linky nu trouwens geen eerste staat. Hij staat nu tweede of derde. Baby Mario. Wil je even een beetje doorrijden? Ik heb niet heel de dag de tijd, hè. Ik moet een inhaalslag maken. Let's go. Ja, ga maar. Goed zo. Ga maar shortcut nemen. Oh, je hebt ook een bullet bill. Oké, let's go. Oh, dan had ik wel even... Ja, dan had ik wel even flink meer ruimte kunnen pakken. Nee, maar dat kon ik niet weten. We gaan. Gaat dit goed? Dit gaat prima. Oh, een bullet bill achter me. Dat is een lichtelijk probleem. En, oké, die bullet bill gaat als een malle. Let's go. Wij gaan vliegen. Oh, trein. Trein. What the heck? Oké. Die trein, ja, we rijden nu dus op het spoor. Jongens, dit is niet slim. Waarom rijden we niet gewoon hiernaast? Waarom rijden we hier, verdorie? Oh, de laatste ronde is ook al ingegaan opeens. Oh, nee, nog meer trein. Kijk uit, boetje. Kon ik daar nou naar links trouwens? Was dat slim geweest? Ik zie niks. Ik weet niet, moet ik hier ergens naar links of zo? Ik denk het. Boe, ga eens even weg. Jongens, ik moet jullie echt even nu inhalen. En ik heb dubbele wapens nodig. Geef me een goed wapen. Wat heb ik hier nou aan? Ik moet mensen inhalen. Wat heb ik nou aan een green shell en een banana? Please. Derde. Link staat eerste. Ik moet Link inhalen. Dat gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren. Ofwel, koekje van eigen deeg. Op de finish. Lekker dit. Ik pak hem gewoon terug. Oh, die gekke Link, joh. Ik dacht dat Cat Peach eventjes goed ging daar. Maar Linky, die ging ook lekker weer. Ja, dit legt er wel druk op, hoor. Waluigi's Flipperkast. Zo, jeetje, dit ziet er heftig uit. Dit ziet er heel intens uit. Een baantje van de Nintendo DS, blijkbaar. Daar gaan we. Wow, wat voor een zieke portal ga je in dan. Jemig. Dit wordt chaos, sowieso. Dit wordt chaos. We gaan het eens even aankijken vanaf de 12e plek. Jeetje. Jongetje, helemaal gek van. Waluigi Pinball. Oké, de buitenkant hier heeft snelheidsdingen. Helemaal goed. De binnenkant heeft dat niet. Hier kan je boosten. Oké. Jemig, oké. Maar dit is op zich wel duidelijk waar je naartoe moet ofzo. Ja, dit ziet er wel redelijk overzichtelijk nog uit. Ik had verwacht dat het complete chaos zou worden. En dat je hier ook wel redelijk snel doorheen kan sliden zo. Ja, oké. Ik moet op mijn rem trappen, want ze schieten niet op. Schiet eens op, jongens. Schiet eens op, joh. Verdorie. Oké. Hier de binnenbochtje proberen te pakken straks zo. Ja. Wat een geluiden allemaal ook. Ik heb een ster, dat is fijn.
Heel fijn zelfs. Kunnen we straks even lekker tempo maken. Niet die banaan pakken. Oh my gosh, jij gaat zo langzaam. Jongen, schiet eens even op. Schiet eens op. Ik heb niet heel de dag de tijd. Is dit het? Is dit de finish? Nee, oh nee, nog lang niet zelfs. Hier is een gekke pinbal. Holy moly! Kijk uit! Oké, hopen dat je hier gewoon rechtdoor kan rijden zonder dat je pinbal op je hoofd krijgt. Je kan ook misschien wel buitenom daar zo. Ik weet het niet. Lijkt erop. Ik weet ook niet waar die guy in één keer naartoe is. Die gaat in één keer heel snel. Hoe kan dit nou dat hij nou in één keer weer zo snel weg is, joh? Hij rijdt de hele tijd knijten langzaam en dan een laatste bochtje, dan gaat hij opeens als een malle. Oké. Ik heb een ster. Ik kan niemand inhalen, want iedereen is opeens met de noorderzon vertrokken. Let's go! Die had ik eigenlijk moeten hebben in het middenstuk, denk ik. Bij al die pinballs en zo. Oké, we gaan hier de buitenbocht pakken. Lekker plekje neergezet trouwens ook. Dankjewel. Hier, oh, lekker. Dit is een blue shelletje. Ik word hier gewoon ingehaald. Terwijl ik 11e sta. Dit is niet te doen. Ik heb de nummer 1 nu blijkbaar geraakt. Die is dus best wel een eindje weg. Ik ga hier de dubbele vraagtekens pakken. Ah! Die was mis, man! Dit kan toch niet? Sowieso was die mis. Ik ga even iedereen de mama schieten. We staan 6e. Jongens, hou op. Hou op, laat me er langs. Jongens, kappen nou met die onzin. Ik word door alles geraakt. Niet oké. En links staat verdorie nog steeds 1e. En ik ga als 9e de finish over. Serieus? Terwijl we zo lekker bezig waren. Jeetje, deze inhaalslag die we moeten maken. Is niet normaal. Boel, geef mij het wapen alsjeblieft. Eén zielig paddenstoeltje. Nou, dit was wel een nuttig paddenstoeltje trouwens. Oh, oh, oh. Nee, jongens. Sta ik 1e, gebeurt dit. Link, achter mij blijven, vriend. Achter mij blijven. Als jij maar achter mij blijft, dan vind ik het prima. Dan vind ik het prima. Mag ik? Ja, ik wil ook dubbele wapens. Dankjewel. Even iedereen kapot schieten. We moeten... Oh, maar links staat zeker weer 1e nu. Links staat zeker weer 1e. En ik vlieg alle kanten op. Dit gaat fout. Dit gaat fout. Link gaat denk ik veel te hard. Oh nee, Link rijdt voor me. Link rijdt voor me. En er komt een blue shell. Oké, verdedigen jongens. Verdedigen jongens. Verdedigen jongens. Ik sta 1e. Ik sta 1e. Keihard verdedigen. Niet te gierig voor deze bocht, want deze bocht duurt lang. Heb ik net geleerd. Ja, 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 ja. Ja! Ja! De challenge is weer gelukt. Wat een chaos was deze baan, joh. En Link, waar is Link? Jongens, ik ben heel benieuwd welke baan jullie het leukst vinden. Knal de duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!